Goedenavond. Nou, vandaag is de Biscuit een sterk binnengekomen met het Black Label element. Ik denk het meteen een mooie gelegenheid om even te vergelijken. Een JT30 met een kristallen elementje, laat ik horen. Dan gaan we een Shore 707 met het originele 3931 element laten horen. En ter vergelijk heb ik nog twee 707's met een Control Reluctance elementje. Oké, nou komen ze. Sterk Biscuit. Nou, je kan al horen dat hij best wel graag wil. Komt ie. Goed, dan hebben we de Shore 707 Brown Bullet for recording purposes only. Alleen het labeltje versleten, maar het kristallen element gaat nog als een speer. Luister. Goed, en dan komen we nu bij de Shores met het Control Magnetic elementje. 707, ik moet even de dingetjes omzetten. Komt ie. Goed, en dan hebben we nog eentje. De laatste, komt u. Waren ze?